Dit is waarom je geen woning kan kopen. 15 jaar geleden was een gemiddelde woning ongeveer 5 keer modaal. Nu is dat meer dan 10 keer modaal. En dat komt door de massale immigratie die de VVD de afgelopen jaren heeft toegelaten. De klimaatplannen en de stikstofregels waardoor er geen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Dus er kunnen aan de ene kant door al dat absurde milieubeleid geen nieuwe woningen bijkomen. En aan de andere kant loopt de druk op de woningen alsmaar op doordat die grenzen wagenwijd open blijven staan. Forum voor Democratie wil op 22 november een radicale verandering van ons politieke beleid. Zodat woningen weer beschikbaar komen voor starters en iedereen in Nederland gewoon op een normale manier een bestaan kan opbouwen. En daar ga ik nu een pleidooi voor houden hier in de Tweede Kamer.